maar we dachten een kleine teaser. Goedemorgen, leuk dat je weer kijkt naar deze vlog. Het is zondag. Ik heb net mijn haar gewassen en dat is aan het drogen. En we gaan vandaag toch ergens. Vandaag ga ik naar de Rotterdam en misschien kunnen we dan de baby satetje kopen. Ja, maar jij gaat naar papa. En wat ga jij kopen? Voor jou cadeautje. Een cadeautje van mij, want wie is de jarig zaterdag? Jij. Oh. En daarvoor is de bruiloft. Ja, de dag ervoor hebben we een bruiloft. Maar dan doe ik ook overal kusjes op jij. Oh, krijg je overal kusjes. Dat is heel lief. Maar is heel charmant aan het drogen. Maar dan zitten de krullen dadelijk mooier. En het is ook mooi hoe het uitziet. Oh, nou dankjewel. Mama vond het niet zo mooi zitten, maar jij dus wel. Ik ben nu nog gezellig even met Sarah. Die gaat zo met papa weg. Dan gaan ze winkelen. Dat is een heel belangrijk cadeautje voor mij kopen. Gekke dame. En ik ga in huis even van alles doen. Dat moet ook. Ik zeg het volgens mij elke dag, maar zo'n mega drukke week aankomen. Dus ik moet echt even knallen vandaag. Ik kan lekker hier liggen. Ja, het ligt best wel lekker. Ik heb een hoofdsteentje zo. We hebben wel een beter, maar ik ga eerst even fruit maken. En dan ga ik vast wat doen. Lekker fruit! En nog de outfit van vandaag. Ik heb deze top met die mouwtjes aan van Envy. Broekje van Colorful Rebel en blote voeten, want ik ben in huis bezig. En dat vind ik het lekkerste, blote voeten. Ik vind Sarah de outfit ook weer zo leuk vandaag. Die heeft een topje van de Zara aan. High-waisted short van de Cool Cat. En de Ipanema sandaaltjes, die moesten zouden erbij. Slippers sandaaltjes. En nu alles zo in de keuken. Ik heb de keuken net al voor het grootste gedeelte schoongemaakt, zo even afmaken. En dan ga ik even de kamer door en ook nog opruimen. Ik ben ook heel veel aan het wegdoen, alles wat ik tegenkom. Daar hou ik van. Dus, maar het nadeel van opruimen vind ik altijd. Dan ruim je dingen op en er komen altijd in noodzaak gewoon weer nieuwe spullen voor terug. Dus het is echt gewoon een gebed zonder einde. En ik heb nog een klein pakketje binnen. Als je denkt ik hoor een baby, dat is Sarah de Pop. Klein pakketje. Even kijken of ik hem open krijg. Ik heb hem openmaken. Oh, ga jij mij helpen? Ja, want dat is een beetje lastig vanuit één hand. We hebben allebei één hand. Dan pak je andere hand erbij, doe je het nog met één hand. Je moet hem zo trekken. Wacht, anders draai ik hem om voor je. Zo, trek hem open. Ja, heel goed. Nee, dat is niet goed. Daar zit hij in. Je moet wel hier houden, schat. Laat maar hier. Ja. Oh, het zit heel goed ingepakt. Deze sticker kan je openmaken. Ik stuur je er een beetje bij, want anders mis je het. Als je je vingertje eronder doet, kan je hem zo openschuiven. Oh ja, zo kan ook. Even een beetje bij, schat. Oh, en heel voorzichtig te uithalen, alsjeblieft. Even hier. Doe je zo. Laat je het eruit halen. Ik ga helemaal niet doen. Ja, dat mag. Oh, laat maar zien. Ik heb nog kleine oorbelletjes besteld. Maar wel stond er ook van Marco. En ik heb ze even ingedaan en de baby huilt heel hard. Dat zijn deze streepjes. Zal ik mijn baby laten zien? Oh, laat jij je baby even zien. Hey, Annabel. Ja, zij is echt poppenmeisje. Dus ik heb heel de dag huilende baby's. En mijn haar is bijna droog. Dus die kunnen eruit. Ik vind ze echt leuk. Ik krijg het gewoon jongen. Ja, daar ben ik ook blij mee. En hier heb ik echt zo'n klein gaatje eronder. Die is ooit verkeerd geprikt en daarna uitgescheurd. Dat vind ik wel wat jammer. Dat plekje zie je altijd maar goed. We zijn goed bezig. Dit is het cadeautje dan. En hij ziet er heel mooi uit. Het is een verrassing. En jullie zien het als mama het gaat uitpakken. En daar zit hij. Dunkin' Donuts. Sarah heeft een lekkere strawberry cocktail. En die is voor papa. Een Red Bull cocktail. Is die lekker? Goed zo.
Volgens mij heb ik helemaal niet verteld dat Sarah al weg was, maar ik ben de hele tijd bezig geweest en we zijn weer terug. En ze moesten ook shoppen voor de bruiloft. Nou is ze natuurlijk in de Kuip. En het thema is With a Touch of Red. Marco heeft een roze strik, zijn Touch of Red. Sarah vond het strikje, die mocht kiezen, strik of stopdas. En nou was het niet de bedoeling om in een voetbal t-shirt of zo te komen, maar we dachten een kleine teaser. Dus we hebben deze sokken voor hem. En in principe, als hij gewoon staat en alles, zie je die sokken natuurlijk niet. Dus alleen als die zit, zien we heel stiekem dat sokje. Dus ik denk, gewoon even een beetje plagen. Moet gewoon, we hebben er echt mega veel lol in. En in principe in de dag zie je het niet, want dat zou ik ook niet tof vinden op mijn bruiloft. Maar zo vond ik hem heel subtiel, wel heel erg leuk. Bij zijn outfit. Waar is mijn kind? Waar is jouw kind? Volgens mij heb je je kind buiten laten liggen daarnet, toen je wegging. Dat is eigenlijk wel slecht, hè? Je kind gewoon buiten laten liggen. Hallo. Het is alweer laat en ik was bijna vergeten de vlog af te sluiten. Maar haar heeft echt de hele dag zo gezeten. Maar dat maakt niet uit, ik ben toch de hele dag thuis geweest. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Tot morgen. Doei.